Hi, goedenavond allemaal. Wat leuk dat jullie hier allemaal naar Spui 25 zijn gekomen vanavond om te komen luisteren naar een aantal hele bijzondere lezingen en hele interessante sprekers. Welkom ook aan de mensen die via livestream kijken. Tegenwoordig zijn dat er steeds meer volgens mij. En dat is natuurlijk heel, heel mooi dat meer mensen kunnen horen wat we vandaag gaan zeggen. Mijn naam is Sarah Runnerkamp en ik ben de moderator van deze avond. En ik ga proberen de boel in goede banen te leiden. Ik ga zo vertellen wie gaat spreken en waarover ongeveer. Maar eerst een paar korte zinnen over het thema. We hebben het vandaag over het thema ongelijkheid en democratie. En aan de ene kant horen we natuurlijk steeds vaker over dat er weinig vertrouwen is in de democratie. En dat leeft onder de bevolking. En aan de andere kant zien we heel veel crisis. Stikstof, Oekraïne, oorlog op het continent. Wat nog meer, het zijn er zoveel dat ik ze niet eens ga proberen op te noemen. Dus de vraag komt eigenlijk steeds vaker omhoog. Wie maakt eigenlijk de beslissingen ook over die crisis? En zijn sommige groepen en mensen daarin misschien ondervertegenwoordigd? Ook een belangrijke vraag is, als er zo weinig vertrouwen is, hoe krijgen we dat vertrouwen dan weer terug? En wat kunnen we dan leren over het verleden, het heden en natuurlijk wat kunnen we doen in de toekomst? En deze avond maakt onderdeel uit van een langere reeks die we hier in Spui 25 organiseren namens de Universiteit van Amsterdam en in het bijzonder de faculteit Maatschappij en Gedrag. En die hele reeks gaat over ongelijkheid. We hebben het al gehad over ongelijkheid op de woningmarkt. Ik zie ook een paar bekende gezichten die daar ook al bij waren vandaag in de zaal zitten. En we gaan het ook nog hebben over ongelijkheid in het onderwijs. Dus als u dat interesseert, dan raad ik u aan om de website van Spui 25 ook in de gaten te houden. Maar vanavond dus eerst over ongelijkheid en democratie. En dat gaan we doen dankzij de aanwezigheid van drie hele bijzondere sprekers. Ook van de faculteit Maatschappij en Gedrag van de UvA. En ik zal ze kort introduceren voordat u naar ze kunt luisteren. Als eerste zal spreken Floris Vermeulen, hier op de eerste rij. Floris, je bent universitair hoofddocent politicologie. En daarvoor was je ook directeur van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies. En je onderzoek richt zich onder andere op maatschappelijke en politieke participatie van immigranten en het lokaal beleid rond thema's als integratie. En jij zal je vandaag in je lezing in het bijzonder richten op de participatieve ongelijkheid en ook vooral op de stad Amsterdam. Als ik het alvast in een paar korte zinnen mag weggeven. Daarna zal Tom van der Meer spreken. Tom is hoogleraar politicologie en een expert op het gebied van politiek vertrouwen. Dus je gaat vast iets zeggen over wat ik net in de korte inleiding heb gezegd. En of dat wel waar is wat ik zei. Even heel spannend te houden. Je bent ook directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek. En lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Het andere Remkes rapport, als ik dat al zo mag zeggen. Dus misschien kan je ons ook nog wat vertellen over samenwerken met Johan Remkes. Dat vind ik ook wel interessant. Of misschien achteraf. En als laatste zal Lisa Muge een korte lezing geven. Lisa is ook universitair hoofddocent politicologie bij ons aan de UvA. En je leidt een groot aantal verschillende internationaal vergelijkende onderzoeksprojecten over diversiteit en politieke vertegenwoordiging in het breed. Je gaat het hebben over onder andere intersectionaliteit en de rol van mannen in dit vraagstuk. Dus ik neem aan dat je dat nog specifiek zult uitleggen wat dat allemaal precies is. Dat laat ik aan jou. We zijn heel blij dat jullie vanavond willen komen spreken daarover. We beginnen met hun korte lezingen in de volgorde van hoe ik net de sprekers aankondigde. Ze zullen daarna nog ook plaatsnemen hier op het podium. Ik zal ze een paar korte vragen stellen, maar we gaan vooral ook echt de zaal in en horen welke vragen bij jullie spelen. En hopen dat ze daar allemaal antwoord op kunnen geven. En natuurlijk is er aan het einde ook nog ruimte om informeel hier na te praten met de sprekers in de zaal. Ik stel voor dat we beginnen met de eerste spreker. Dat is Floris. Dus neem jij deze plek van mij in. Je mag klappen voor Floris. Ja, dankjewel. Inderdaad, ik wil met jullie gaan praten over de ongelijkheid in de stad Amsterdam. De participatieve ongelijkheid,
En ik vraag me eigenlijk af, wie doet er eigenlijk nog mee in de stad? En we gaan dat doen aan de hand van verschillende gegevens. We hebben 10 minuten allemaal, dus het is heel kort. En daarna willen we ook nog wat meer uitleggen, ook in gesprek met jullie. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in de vraag van, als we naar verkiezingen kijken, wat zien we dan als we in de stad Amsterdam kijken? En die participatieve ongelijkheid die is ernstig. Dus we hebben heel veel gehoord over historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen maakt zich daar enorm druk over. Burgemeesters doen allerlei onderzoek van wat is nou precies de reden dat we zo weinig mensen zien. Mijn stelling zou zijn dat we eigenlijk ons vooral moeten zorgen maken over die ongelijkheid in de stad. En dit plaatje laat het mooi zien, waarin je ziet dat zeg maar in het centrum, in het zuiden van de stad, zien we hoge participatiegraad, soms wel 80, hoger procent, waar mensen opkomen dagen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Gaan we verder aan de zijkant van de stad, dan zie je steeds lagere opkomstpercentages, soms wel onder de 20%. En dit is iets wat we al langer zien, maar het wordt eigenlijk steeds ernstiger probleem. In de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord, daar zien we de laagste participatie. En bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam bleek dat eigenlijk maar ongeveer 93.000 stemmen in die drie stadsdelen aanwezig waren. Terwijl 4 jaar geleden dat nog 110.000 stemmen waren. En dat electoraat in die stadsdelen is eigenlijk alleen maar groter geworden. Dus we zien steeds meer mensen die in die stadsdelen afhaken. En voor een deel laat het ook zien dat die groepen dus minder participeren en ook minder invloed hebben op de verkiezingsuitslag. En dus ook minder invloed hebben op wie daar straks de vertegenwoordigers gaan worden. Het is natuurlijk niet een Amsterdams probleem. Rotterdam, precies hetzelfde. Daar zie je het welvarende noorden met hoge percentages en het minder welvarende zuiden met die lagere percentages. Dus dat zien we daar ook. In Den Haag zien we ook hetzelfde patroon. Dus het is iets wat we in alle grote steden zien in Nederland. En ik wil me vandaag eigenlijk specifiek richten op Amsterdam. Het is niet alleen maar de opkomst. Dan zou je kunnen zeggen van oké, de opkomst is wat lager. Maar als dat niet zoveel uitmaakt van hoe mensen stemmen, dan is dat misschien nog niet zo'n groot probleem. Maar we zien ook als we kijken naar wat er daadwerkelijk wordt gekozen, dan zien we grote verschillen. We zien politieke segregatie en we zien politieke fragmentatie. Dus aan de ene kant zien we dat in verschillende delen van de stad er verschillend wordt gekozen. En tegelijkertijd zien we ook steeds meer kleinere partijen in de raad die opkomen voor specifieke belangen van specifieke groepen die in die delen van die stad wonen. Dat betekent ook dat we steeds meer gemeenteraadsleden zien met een migratieachtergrond in die gemeenteraad. Specifiek ook in die kleinere partijen die dus opkomen voor die groepen. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat is een vorm van segregatie en fragmentatie, maar misschien voor een deel ook wel emancipatie, waarbij die groepen dus ook wel weer beter worden vertegenwoordigd. En de vraag is een beetje, wat zien we er allemaal gebeuren? Onderliggend aan dit probleem, of aan deze observatie, is dat we zien dat ook verschillende groepen kiezers verschillend een stem hebben, of verschillend kiezen bij die gemeenteraadsverkiezingen. Bij gemeenteraadsverkiezingen doen we altijd samen met OES schaduwverkiezingen, dus exit polls. En dan proberen we dus het stemgedrag van mensen met migratieachtergrond in kaart te brengen. En dan zien we grote verschillen. Dus onder Turkse en Marokkaanse Amsterdammers zien we veel mensen die op DENK stemmen. Als we kijken naar bijvoorbeeld jonge Surinaamse Amsterdammers, dan zien we veel mensen die op bijeen stemmen. Partij van de Arbeid doet het goed onder wat oudere stemmen zonder migratieachtergrond en oudere Surinaamse Amsterdammers. Zo zie je eigenlijk dat steeds vaker en steeds meer die stad eigenlijk gefragmenteerd en gesegregeerd is, ook in hun politiek gedrag. Dat komt natuurlijk ook weer terug in als we dan het patroon in de stad zelf bekijken. En ik heb hier even als voorbeeld DENK gekozen. Dan zie je inderdaad dat DENK het hartstikke goed doet in Nieuw-West. Dus juist op die plekken waar die opkomst laag is, daar haalt deze partij boven de 30%. Terwijl als je naar het centrum gaat, dan zie je eigenlijk nauwelijks dat daar mensen op DENK stemmen. Dat geldt ook voor andere partijen. Ik neem hier als voorbeeld even JA1. Daar zie je ook dat aan de randen van de stad daar eigenlijk vooral de kiezers zitten. Dus in Noord, in Sloten, Buitenveldert, Zuidoost. Terwijl ook daar weer ziet dat je dus in het centrum weinig mensen ziet die op deze partij stemmen. Dus ook weer een voorbeeld van politieke segregatie in de stad zelf, die uiteindelijk ook dan weer invloed heeft op die vertegenwoordiging. En het is niet alleen maar het stemgedrag wat verschilt, het is ook de opkomst. Dus wat ik net liet zien, dat je dus die participatieve ongelijkheid in de stad ziet, daaronder ligt natuurlijk een patroon dat mensen minder opkomen en minder gaan stemmen. En dat zie je dus tegen verschillende groepen ook in de verkiezingen terug.
We proberen bij die exit polls ook altijd het opkomstpercentage van die groepen proberen we in kaart te brengen. En opvallend bijvoorbeeld is dat Surinaamse Amsterdammers eigenlijk sinds we dat aan het onderzoeken zijn, hele lage opkomstpercentages laten zien. Dat is 25% van deze gemeenschap die komt opdagen, dus structureel laag. Bij de Turks Amsterdammers zie je meer fluctuatie. In 2018 zag je bijvoorbeeld dat DENK wel een soort mobiliserend effect had. Dus meer Turks Amsterdammers naar de stembus kon trekken. In de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zien we het weer dalen. Dus dat is niet blijvend. En deze verschillen in opkomstpercentages die vertalen zich natuurlijk ook dan terug in de stad. En leiden tot die participatieve ongelijkheid die ik in het begin liet zien. Tot slot wilde ik dit laten zien, dit plaatje. Want het is niet alleen maar de manier waarop mensen stemmen. Het is ook de opkomst, maar het is ook het politieke vertrouwen en het gevoel van vertegenwoordiging dat verschillende Amsterdammers hebben. Dat hebben we op verschillende manieren onderzocht. Dit is een van de vragen bijvoorbeeld die we bij de exit poll ook hebben. Vindt u dat er voldoende wordt opgekomen voor de belangen van mensen met migratieachtergrond in de gemeenteraad? Dan zie je hele sterke verschillen ook daar weer tussen die groepen. Je kan het op andere manieren vragen. Je kan vragen van, vindt u dat er genoeg wordt opgekomen voor religieuze Amsterdammers? Vindt u dat er genoeg wordt opgekomen voor uzelf? Ook daar zie je hele sterke verschillen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Waaruit blijkt dat, dat met name de groepen met een migratieachtergrond het gevoel hebben dat ze minder worden vertegenwoordigd. Dus daar zien we eigenlijk drie dingen terug. Lage opkomst, specifieke stemkeuze en ook nog steeds het gevoel dat ze uiteindelijk niet goed worden vertegenwoordigd. Als we dan nadenken over verklaringen van deze patronen, en daar kunnen we straks ook nog meer over praten, dan zien we een heel belangrijke factor en dat is toch wel de mate van uitsluiting en discriminatie die een hele belangrijke rol speelt. Vorige week is er een belangrijk rapport ook verschenen bij het SCP daarover, waaruit blijkt dat ook zelfs bij tweede generatie hoogopgeleide mensen met migratieachtergrond het gevoel bestaat dat men niet echt thuis voelt in Nederland. Men toch het gevoel dat ze vaak worden uitgesloten. En die discriminatie die vertaalt zich dan ook deels in lager ervaren politieke vertrouwen en vertegenwoordiging. Het vertaalt zich in specifiek partijkeuzes, zoals we net zagen. En indirect vertaalt zich dat ook terug in de opkomstpercentages. Dus mensen hebben het gevoel van, mijn stem doet het niet toe, ik hoor niet echt bij het politieke systeem. En je ziet dus steeds vaker dat allerlei groepen daarmee dus ook afstand nemen van het politieke systeem. Dat leidt uiteindelijk tot een vicieuze cirkel. Hè? Want die groepen die worden minder vertegenwoordigd. De uitslag van de verkiezingen wordt met name bepaald door de mensen binnen de ring, als het ware. Dus in het welvarende centrum in het zuiden. Die uiteindelijk natuurlijk wel de beslissing moeten gaan nemen van met name ook onderdelen van de stad waar het minder goed gaat. Dus je ziet daar eigenlijk een vicieuze cirkel waarbij de delen van de stad waar de problemen het grootst zijn, uiteindelijk de resultaten van de verkiezingen elders worden verklaard en worden teruggebracht als het ware. Ik wil het hier even bij laten en straks ook graag terugkomen met jullie over de vraag van hoe verhoudt zich dat tot een andere onderdelen van het verhaal. Dus Tom gaat meer praten over vertrouwen. Lisa heeft het meer over vertegenwoordiging. Ik denk dat die drie samen een belangrijk onderdeel vormen van die vraag. Wat is nou precies die ongelijkheid in de democratie? Dank u wel. Bedankt. Floris, en ook bedankt allemaal voor het komen. Ik weet niet of ik nou via dit microfoontje ga of via dat microfoontje. Een beetje van beide. Een beetje van beide. We gaan het merken. Ik wil nu het verhaal verder trekken richting vertrouwen in de politiek. En een oud collega van ons, Jacques Thomassen, die zei een jaar 15 geleden, er gaat geen decennium voorbij zonder dat de vertrouwenscrisis wordt uitgeroepen. Inmiddels, na 20 jaar onderzoek hiernaar gedaan te hebben, kan ik tot conclusie komen, er gaat geen jaar meer voorbij zonder dat een diepgaande vertrouwenscrisis wordt uitgeroepen in media, in de politiek en ook door collega's. Nog vorig jaar verscheen er een rapport waarin werd gesteld dat Nederland nu toch echt een laag vertrouwensland was geworden. Is dat zo? Nou, ik wil met jullie eigenlijk drie grote punten bespreken. Ten eerste, we hebben in Nederland geen vertrouwenscrisis, we hebben een betrouwbaarheidscrisis. Ten tweede, er is een ongelijkheid in dat vertrouwen in de politiek en dat heeft duidelijke oorzaken. Ten derde, het
Vertrouwen zelf is een belangrijke politieke factor geworden. Ik zal ze alle drie even uitleggen. Om te beginnen met de vraag, is er nu een diepe vertrouwenscrisis? Wat is er gebeurd? Ik laat hier een staatje zien vanuit het SCP, met informatie vanaf 2008 tot en met eind vorig jaar. Gemaakt door iemand die hier notabene in de zaal zit, zie ik. En dit zijn staatjes van het vertrouwen in de Tweede Kamer en het vertrouwen in de regering. Deze figuren komen ontzettend goed overeen met de trends die we in andere onderzoeken tegenkomen. Bijvoorbeeld de European Social Survey of de World Value Study laten soortgelijke patronen zien. En wat zien we erin? Het vertrouwen stijgt en daalt en stijgt en daalt. In recente jaren hebben we een enorme piek meegemaakt. Nou, die zult u allemaal wel kunnen plaatsen. Dat was de piek van de grote corona-uitbraak. Toen vond er een rally around the flag plaats. Dat zien we wel vaker. Een grote externe dreiging leidt ertoe dat burgers, nou, een soort van angst, hun vertrouwen plaatsen in de autoriteiten. Dat leidt tot meer vertrouwen, maar dat ebt daarna weer weg. Maar het is veel verder weggezakt dan vlak voor de crisis naar een heel erg laag niveau. Maar dat heel erg lage niveau, dat ligt wel ongeveer op hetzelfde niveau als wat we wel vaker bij grote dalen hebben meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld in tijden van de grote vluchtelingencrisis, aan het begin van Rutte 2. Maar ook als we verder terug in de tijd gaan, hebben we die daling eerder meegemaakt, zoals bijvoorbeeld onder Balkenende 2. Was ook het vertrouwen ontzettend laag. En wat het tot nu toe altijd heeft gedaan, is dat vertrouwen heeft zich hersteld. En dat heeft hele goede redenen. Want Nederlandse burgers, die haken niet zomaar af bij de politiek. Nee, we zijn kritische burgers. We zijn mondige, sceptische burgers. Dus wij beoordelen die politiek steeds weer. En dat verklaart heel vaak die stijgingen en die dalingen. In feite zijn er een aantal grove bronnen van vertrouwen in de politiek. Dat zien we steeds in het onderzoek terug. Er zijn structurele factoren die verklaren waarom het vertrouwen in sommige landen hoog en in andere landen laag is. Dat is min of meer de kurk waar het vertrouwen op drijft. Dat gaat dan allereerst en boven elke twijfel verheven het belangrijkste factor om de kwaliteit van het openbaar bestuur. Een openbaar bestuur dat onpartijdig is, dat professioneel is, dat mensen gelijk behandelt. Dat is met afstand de belangrijkste verklaring voor het vertrouwen in de politiek. In Nederland scoren we daarom normaal gesproken best goed, want we hebben niet zo'n heel erg corrupt bestel. Een tweede kenmerk gaat over evenredigheid. Dat mensen zich vertegenwoordigd weten in het parlement. Ook daarin scoort Nederland normaal gesproken best goed. En zijn we daarom normaal gesproken een high trust country. Want we hebben een heel erg open en proportioneel kiesstelsel. Waardoor ook zelfs wantrouwende burgers een stem hebben in het parlement. Dat zie je niet overal. In Engeland worstelen ze al heel lang met het feit dat ze dat wantrouwen, dat ook in Engeland heel duidelijk bestaat, maar niet gekanaliseerd kan worden binnen het systeem. Daar had je de United Kingdom Independence Party, een aantal jaren geleden, in 2015, die haalde bijna 13% van de stemmen en die kreeg 1 van de 650 zetels in het parlement. Dus die wantrouwende kiezers, wat deden die de keer daarna? Ja, die hadden de keuze tussen thuisblijven, nog een keer wanhopig op een partij stemmen die toch niet vertegenwoordigd ging worden, of dan maar weer op die conservatieven. Dit zijn de belangrijkste verklaringen. Op de middellange termijn zitten onze verklaringen in een goed functionerende economie. Als de economie het goed draait, gaat het vertrouwen vaak omhoog. Verkiezingen geven een boost aan het vertrouwen, om diezelfde reden voor een deel, dat mensen zich vertegenwoordigd weten. En om de aanwezigheid of afwezigheid van schandalen die echt het hart van de politiek raken. Denk bijvoorbeeld aan Watergate of de Belgische Auguste-affaire en Dutroux-affaire voor de mensen in de zaal die dat nog kunnen herinneren. Dat zijn endemische schandalen. Dat zijn verklaringen op de middellange termijn. Vergelijk dat dan met het getij waar die kurk op drijft en soms wat hoger, soms wat lager ligt. En dan hebben we nog de korte termijn, de golfjes. Die korte termijn piekjes die we elke paar maanden tegenkomen. Dat heeft heel vaak te maken met kleine schandaaltjes, met specifiek beleid, met gebeurtenissen, met imago's. Dat is niet onze voornaamste zorg in een democratie. Nou, als we dit op een rij zetten, kunnen we twee conclusies trekken. Burgers reageren daarop, zijn daarom sceptisch. Dus als het vertrouwen omlaag is, getuigt dat over het algemeen niet van een vertrouwenscrisis, maar van een betrouwbaarheidscrisis. En dat geldt specifiek voor Nederland in de afgelopen 2 jaar. Want ga maar na. De kwaliteit van het bestuur, die onpartijdigheid, die transparantie, dat imago is natuurlijk wel flink onderuit gehaald door achtereenvolgende affaires, die bovendien niet alleen ontstonden, maar ook jarenlang konden doorsudderen en tot op de dag vandaag niet worden opgelost. Van het belastingsschandaal tot Groningen, om maar een paar van de meest pregnante voorbeelden te noemen. Denk aan de aspecten van vertegenwoordiging, die evenredigheid en die verkiezingen. Ja, een heleboel groepen burgers voelen zich niet meer zo goed vertegenwoordigd. En sterker nog, een groot deel van de daling van het vertrouwen vond plaats
vlak na de verkiezingen van 2021. Dus als verkiezingen die functie hebben dat ze het systeem kunnen reinigen, ja, dan kunnen we nog wel even wachten voordat dat gaat gebeuren. Want die grote vertrouwensdaling na Rutte's fouten en steeds maar die doorslepende affaires, die vonden pas plaats vanaf april 2021, een paar weken nadat de verkiezingen waren geweest. Dus burgers moeten nog heel lang wachten voordat ze de boel kunnen opschonen. Dus er zijn een aantal redenen waarom we snappen dat het vertrouwen in de politiek op dit moment heel erg laag is. En deze politieke generatie gaat dat niet kunnen oplossen. Maar net zo belangrijk hieraan is dat dit ook een verklaring biedt voor ongelijkheden in het vertrouwen. Er zijn groepen burgers die minder vertrouwen hebben in de politiek dan anderen. En dat zijn vooral mensen die sterker geraakt worden door tekortkomingen. Mensen die minder baat hebben bij het beleid. Zoals bijvoorbeeld lager opgeleide mensen met een lager inkomen. Mensen die minder goed vertegenwoordigd worden in het parlement. Zoals opnieuw met name lager opgeleide mensen met een lager inkomen. Het is al jaren en jarenlang bekend dat die groepen zich minder goed vertegenwoordigd voelen. Maar ook minder goed vertegenwoordigd worden. Zowel in het parlement als in het beleid. Dus dit zijn bronnen niet alleen voor vertrouwen in het algemeen, maar ook voor ongelijkheden in het vertrouwen. We snappen waarom die ongelijkheden ontstaan. Dus dat zijn al twee van de verhalen. We hebben geen vertrouwenscrisis, maar een betrouwbaarheidscrisis. We weten de bronnen van ongelijkheid. Maar dan de derde. Het vertrouwen in de politiek is zelf een belangrijke politieke factor geworden. Wat zien we hier? Dit zijn gegevens uit het Nationaal Kiezersonderzoek vanaf 1998 tot 2021. En wat we hier zien zijn de verschillende politieke partijen. Hoe breder het balkje, hoe groter de partij in dat jaar was. En we zien het gemiddelde niveau van vertrouwen van de kiezers van die partijen. En wat we zien in 1998 is, je hebt een aantal partijen waarvan de kiezers iets meer vertrouwen hebben, zoals D66, GroenLinks, een partij als CDA die scoort wat lager in het vertrouwen onder de achterban, voor het vertrouwen in het parlement om precies te zijn. Maar die verschillen zijn relatief klein. En ook in 2002, ondanks het imago, de kiezers van de lijst Pim Fortuyn hadden nog best wel wat vertrouwen in dat parlement. Maar wat gebeurt er over de tijd heen? De PVV komt erbij. En door de tijd heen zien we dat de verschillen tussen partijen met veel en weinig vertrouwen beginnen toe te nemen. Dus tegenwoordig heb je meer dan voorheen partijen die specifiek aantrekkelijk zijn voor mensen met wantrouwen en partijen die specifieker aantrekkelijk zijn voor mensen met veel vertrouwen. Waar vroeger diezelfde kiezers nog de wantrouwende en vertrouwende bij het CDA aan te treffen waren, of bij de PvdA, spreiden ze zich uit over verschillende partijen. Ons wantrouwen in de politiek is een motivatie geworden voor ons om op verschillende partijen te gaan stemmen. Dus dat wantrouwen vertaalt zich direct in het parlement. Het is logisch dat een Forum en een PVV de hele tijd hameren op dat wantrouwen, want dat is hun achterban. Zo mobiliseren ze hun achterban. En dit is belangrijk. Want het vertrouwen in de politiek zelf stijgt of daalt niet structureel, maar de verschillen tussen aanhangers groeien wel. En ook dat is een vorm van ongelijkheid. Dat heeft gevolgen. Bijvoorbeeld voor onze opvattingen over de democratie. Denk aan de instemming van verliezers met een verkiezingsuitslag. Een cruciaal onderdeel van de democratie. Dat de verliezers akkoord gaan met de uitslag en het beleid dat daarvan de uitkomst is accepteren. Dat komt onder druk te staan. Niet omdat we allemaal het vertrouwen verliezen, maar omdat specifieke partijen en de aanhangers daarvan het vertrouwen aan het verliezen zijn. Dat zien we bijvoorbeeld in ons oordeel over hoe betrouwbaar stemprocedures zijn. En dan is met name interessant wat er in 2021 werd geïntroduceerd, de betrouwbaarheid van de briefstem. Over het algemeen vonden de meeste groepen kiezers, nou, dat is best wel te vertrouwen. Niet zoveel als het stemhokje, maar het is wel te vertrouwen. Maar vergelijk dat met de kiezers van de PVV, waar ongeveer 3 op de 10 maar zei dat is te vertrouwen. Of met de kiezers van Forum voor Democratie, waar maar 1 op de 9 kiezers zei dat dat een betrouwbare stemprocedure was. Dit is een vorm van ongelijkheid die een gevolg is van die politisering van het wantrouwen. En daarmee de democratie zelf ondermijnt. Natuurlijk, de meerderheid vertrouwt het systeem nog steeds. Maar er zijn nu partijen in het parlement die dat wantrouwen uitdragen. Er is een bepaalde groep die zegt, ja, ik heb wel gestemd, maar het is hartstikke oneerlijk, we worden hier gewoon belazerd. En ze zijn bij elkaar geclusterd binnen één partij. Dat is een probleem voor een democratie. Dan is natuurlijk tot slot de vraag, waar komt dit dan vandaan? Hoe kan het dat dit politiek wantrouwen zo politiek is geworden? Er zijn volgens mij, maar dit is theorie, dus hier ga ik graag over met jullie in discussie. Er zijn een aantal verklaringen voor. Ten eerste zitten die in de samenleving. We hebben een democratie die niet voor iedereen even goed werkt.
Er zitten leegtes in de politiek, burgers zoeken een uitweg. Dus het is makkelijk voor politieke partijen geworden om kiezers te mobiliseren op dat wantrouwen. Kiezers die op zoek zijn, die teleurgesteld zijn geraakt in bestaande partijen, die kunnen een uitweg vinden bij partijen die dat wantrouwen mobiliseren. Maar ook de politiek zelf heeft hier een verantwoordelijkheid. En heel belangrijk is, we moeten de schuld niet alleen leggen bij de opkomst van populistische partijen. Dat is een symptoom, maar niet de enige oorzaak. Hoe komt het dat het onderscheid tussen vertrouwen en wantrouwen is toegenomen? Dat komt niet alleen door de opkomst van populistische partijen aan de flanken, maar ook doordat het midden niet in staat is geweest om de onderlinge verschillen aan te zetten, de inhoudelijke verschillen aan te zetten. Sterker nog, verkiezingscampagne na verkiezingscampagne zien we steeds weer dat politieke partijen de verkiezingsstrijd ingaan op basis van leiderschap. Stem op mij. Ik ben de beste premier. Er hebben partijen lijsttrekkers gelanceerd met het mom: ik ben premierskandidaat. Hartstikke leuk, hartstikke mooi voor Hugo de Jonge, voor Sigrid Kaag dat ze premierskandidaat zijn. Maar A, we kiezen geen premiers. Maar B, met welk programma dan? Als we dat stapje van inhoudelijke verschillen van een waardestrijd overslaan en alleen maar campagne voeren op basis van stem op mij, want ik ben een goed leider, raakt het politieke midden leeg en hou je weinig conflicten meer over dan vertrouwen tegenover wantrouwen. Het summum hiervan was de verkiezingscampagne van de VVD. De VVD voerde een verkiezingscampagne letterlijk met een bordkartonnen pop van de premier. Dit is geen overdrijving, het was gewoon echt een bordkartonnen pop. En in debatten zei Rutte tegen partijen van links: we zijn het met elkaar eens, maar we moeten het samen oplossen onder mijn leiding. En tegen de partij op radicaal recht zei hij: we zijn het eens, maar u staat alleen maar te roepen en ik los het op. En daarmee was de inzet van de verkiezingen was leiderschap. En dus vertrouwen. De tegenstelling werd neergezet tussen vertrouwen en wantrouwen. Dat is de inzet van verkiezingen geweest. Dat is de fout van het politieke midden. We hebben een conflict gevoerd, jarenlang, om leiderschap in plaats van ideeën. En ook hier weer komen we bij een vicieuze cirkel. Namelijk, dit is niet alleen de bron van die vertrouwenspolitisering, maar ook van verdere versplintering. En dit dreigt elkaar te gaan versterken. Dat zien we vervolgens tot slot ook nog terug in beleidskeuzes. Heel veel verregaand beleid is juist door het politieke midden, juist door de machthebbers, verkocht als technocratie. Rond in tijden van corona heeft de regering heel verregaande politieke besluiten genomen, zonder te zeggen: dit zijn onze waarden en vanuit onze waarden maken we deze keuze. Nee, wat is gebeurd? Eerst werd gezegd: nee, die wetenschappers die zeggen dat wij dit moeten doen. Wij moeten deze keuzes maken. Dus wij maken de keuze niet, dat zijn de technocraten. Het echte besluit is elders genomen. Omdat je nooit bent uitgekomen als politiek voor je eigen waarden, verplaats je de politiek naar de wetenschap en maak je jezelf, je eigen inzet, alleen nog maar de inzet van leiderschap. Het maakt je eigen waardestrijd kapot en je vertaalt elke vorm van debat naar: vertrouw je de elite of vertrouw je de elite niet. Daar zitten de grootste problemen. Deze microfoon. Ja, gaat goed. Deze heb ik nog niet nodig. Goed. Ik wil beginnen met een citaat. Ik ben heel benieuwd of iemand in deze zaal weet van wie dat citaat is. Ik weet zeker dat wij niet voor niets hebben geleefd. We hebben onze taak volbracht en wij kunnen de wereld achterlaten in de overtuiging dat we haar in een betere toestand achterlaten dan we haar hebben gevonden. Iemand? Nee, Aletta Jacobs, 1928. 10 jaar na de verkiezing van de eerste vrouw in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg, en 9 jaar na de invoering van het algemeen kiesrecht. En ik begin daarmee omdat politieke rechten hebben we aan Jacobs en strijders met haar te danken. Maar daarmee is het niet gedaan, want ondanks ruim een eeuw gelijke rechten is er nog geen gendergelijkheid in de politiek. Waarom is dat een probleem? Wat zijn de oorzaken? En vooral ook, wat kunnen we daaraan doen?
Eerst even een opfrisser. Waar staan we nu eigenlijk? 2 van de 12 commissarissen van de koning zijn vrouw. Van de raadsleden is 37% vrouw. In de Provinciale Staten is het 33%. Gedeputeerden 28%. Wethouders na de afgelopen verkiezingen nog niet helemaal officieel bevestigd volgens mij. Maar schatting is 27% vrouwen. Is echt heel weinig. Burgemeesters ook. Eerste Kamer 30%, ministers 50% vrouw. Dus dat gaat wel echt beter. Na de Tweede Kamerverkiezingen zitten we op ongeveer 40% vrouwen in de politiek. Dus dat even als context. Maar waarom is dat nou eigenlijk een democratisch probleem? Diversiteit in het algemeen. Ik focus me nu even op vrouwen, want ik heb maar 10 minuten. In de discussie kunnen we het graag verbreden. Maar diversiteit in het algemeen heeft een positief effect op het functioneren van de democratie. Verschillende studies laten dat zien naar vrouwen, geracialiseerde minderheden, maar ook LHBT-groepen. Dat als politici de groep divers is, dat het bijdraagt aan meer sociale cohesie, dat burgers ook meer vertrouwen hebben in de politiek, dat ze de verkiezingsuitslagen beter accepteren. Maar een breed palet aan achtergronden stelt ook stereotypen van bepaalde groepen bij, zoals bijvoorbeeld de zorgende vrouw of de mannelijke leider. Diversiteit heeft ook inhoudelijk een effect. Met een aantal collega's heb ik onderzocht dat vrouwen met een migratieachtergrond in de Tweede Kamer cruciaal zijn voor het agenderen van thema's die vrouwen met een migratieachtergrond in de samenleving aangaan. Maar ook is het belangrijk om te kijken naar thema's die alle vrouwen aangaan. Bijvoorbeeld die zijn gerelateerd aan geweld of menstruatiearmoede of specifieke gezondheidszorg voor vrouwen of salarisverschillen. Dit zijn vrouwen die ideologisch overstijgend zijn. En daarnaast heb je natuurlijk vrouwen die verschillend politiek denken. Dus arbeid en zorg is bijvoorbeeld een heel gepolitiseerd thema. Al met al is een evenwichtige samenstelling een signaal dat politiek een gedeelde verantwoordelijkheid is. En het levert ook nieuwe rolmodellen op, nieuwe voorbeelden. De pool van potentiële kandidaten groeit als vrouwen actief worden gerecruiteerd en ook denken van, hey, de politiek is wat voor mij. Want dan heb je meer competitie en dus meer keus, gaat de kwaliteit omhoog. Meer vrouwen in de politiek, meer diversiteit in het algemeen, verbetert ook de politieke cultuur. Samenvattend, diversiteit is goed voor de kwaliteit van de politiek. Maar hoe kan het nou dat vrouwen nog steeds zijn ondervertegenwoordigd? Er zijn een aantal populaire verklaringen en dat is vaak van ze willen gewoon niet, ze hebben geen ambitie. Sommige mensen denken dat vrouwen toch minder geschikt zijn voor het publieke en het politieke leven. Dat ze verzorgend zijn en daardoor beter zijn in taken in de privésfeer. Anderen denken dat het vanzelf wel goed komt. Het idee van kwaliteit komt vanzelf wel bovendrijven. Maar goed, er studeren meer vrouwen af dan mannen. En mensen denken van, het is gewoon een kwestie van tijd. En dit is een mythe van gelijkheid. Want het dominante systeem en zowel mannen als vrouwen, die zijn daarin gesocialiseerd, associëren leiderschap en macht toch heel erg met mannen en mannelijkheid. Het is zo ontzettend normaal dat politieke leiders man zijn en wit, dat het eigenlijk niet eens meer opvalt. Dus het valt ons pas op als iemand geen witte man is. Politiek leiders zijn zich eigenlijk vaak helemaal niet bewust van het privilege van hun achtergrond en hun gender. Want ze denken dat ze er gewoon zitten omdat ze heel erg goed zijn. Er zijn structurele barrières. We zien dat sociaal-economische positie direct invloed heeft op politieke participatie van vrouwen. Er is een verband tussen het percentage vrouwen die betaalde arbeid verricht en het aantal afgestudeerden en het aandeel beschikbare kandidaten. In de meeste landen, ook in Nederland, dragen vrouwen meer zorg dan mannen. En dan heb ik het niet alleen over kinderen, heb ik het ook over mantelzorg en ook over taken in het huishouden. Dus wat we zien is dat werkende vrouwen dubbel belast zijn. En dat geldt dus ook voor politici.
Daarnaast is er de beeldvorming. De veelgestelde vragen in de media aan vrouwelijke politici. Van ja, hoe combineert u nou die zorg van uw kinderen met deze zware positie? De onderliggende boodschap is dat goed moederschap niet te combineren is met zo'n functie. Vrouwen die zich wel presenteren als moeder, die worden vaak niet serieus genomen. En dit heeft ook een naam. Dit heet de maternal wall. De Amerikaanse wetenschapper Joan Williams heeft die term ontwikkeld. Dus het is een muur waar werkende moeders naartoe tegenop knallen. Maar vrouwen zonder kinderen, die ervaren ook een penalty. Ze hebben een hoge werkdruk, want ze hebben geen kinderen. Dus de verwachting is dat ze eigenlijk continu beschikbaar zijn. We weten ook dat vrouwen in het algemeen aan de top, maar ook in de politiek, zich dubbel moeten bewijzen. Vooral in traditioneel mannelijke domeinen. Ze moeten continu bewijzen dat ze net zo goed zijn of eigenlijk vaak beter. Dus mannen worden vaak eerder beoordeeld op potentie en krijgen het voordeel van de twijfel, terwijl vrouwen aan alle voorwaarden moeten voldoen. Dit patroon heet het prove it again mechanisme. Daarnaast is er ook actieve weerstand tegen initiatieven voor het verhogen van het aandeel vrouwen. En die weerstand komt onder andere van mannen die willen vasthouden aan de status quo. Want aan een machtspositie zijn privileges verbonden en wie geeft dat nou eigenlijk graag op? We zien dat mannelijke regels toch nog heel vaak de norm zijn binnen politieke instituties. En het behoud van deze norm in de vorm van concrete weerstandsstrategieën en denk dan aan het weigeren van interventies, maar ook zoiets simpels als gewoon het ontkennen van het probleem. Nou, de redacteur die vroeg mij van ja, wat kunnen we nou eigenlijk doen om dat te benoemen? Nou, ten eerste is het belangrijk om politieke vertegenwoordiging als een proces te zien. Dus heel vaak kijken we pas op het moment dat we naar de stembus zijn gegaan, slaan we de krant open en kijken van hoeveel vrouwen zitten er nou in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer. Maar politieke vertegenwoordiging is een proces. Dus dat begint bij aspiranten. Daarna hoop je dat mensen zich kandidaat stellen en een klein groepje wordt gekozen of benoemd. En elk van die fases behoeft een eigen interventie. Dus aspiranten bijvoorbeeld, die hebben een netwerk nodig en die hebben rolmodellen nodig, voorbeelden waar ze zich aan kunnen optrekken. Kandidaten hebben juist meer baat bij een sponsor, terwijl gekozen en benoemde politici juist behoefte hebben aan een gendersensitieve omgeving en een inclusieve werkomgeving. Wat ook ontzettend belangrijk is en steeds waarover we steeds meer lezen in de krant, is dat zij zich gesteund voelen en beschermd tegen fysieke bedreiging en seksuele intimidatie. En we zien dat vooral vrouwen van kleur en jonge vrouwen steeds harder worden geraakt door geweld. Interventies over die hele linie, dus van aspirant tot gekozenen of benoemd politici, voorkomt dat we ons blind stromen alleen maar op die instromer, dus ook kijken naar van hoe behouden we nou dat talent wat we hebben binnengehaald en hoe zorgen we dat ze doorstromen. Het is belangrijk om vrouwen niet als een homogene groep te zien en aandacht te hebben voor intersectionele verschillen en daardoor dus ook te kijken naar dat die interventies over die hele linie, dat die soms specifiek intersectioneel moeten zijn. Dus op basis van kleur, het hebben, al dan niet hebben van een beperking, leeftijd, seksualiteit, dat speelt een rol. Daar is vooral in Amerika veel onderzoek over gedaan. Het is ook belangrijk om vooral mannen die in die machtspositie zitten te activeren om bondgenoot te worden. Om ze te overtuigen dat gendergelijkheid, ongelijkheid een democratisch probleem is en hen daarom ook treft. En ze aan te moedigen zich ook actief uit te spreken tegen weerstand tegen gendergelijkheid. Iedereen kan een bijdrage leveren aan meer gelijkheid in de politiek. Activisten zetten iets op de agenda, politici en beleidsmedewerkers vullen het verder in. Wetenschap geeft duiding, verklaringen van patronen en mechanismen. Maar we kunnen allemaal praten over politiek met onze kinderen, met onze kennissen, met onze familieleden.
Laten we er net als Aletta Jacobs naar streven om samen, ongeacht onze gender, de politiek in een betere toestand achter te laten dan we die gevonden hebben. Dank jullie wel, nogmaals, even met geluid, voor jullie lezingen. We gaan zo de zaal in, maar mijn ambitie zou eigenlijk zijn om, voordat ik dat doe, te proberen om jullie verhalen nog eens aan elkaar te verbinden. Jullie hebben natuurlijk nog niet de mogelijkheid gekregen om op elkaar te reageren. En aangezien ons thema vanavond is ongelijkheid en democratie en jullie daarin zo duidelijk ook verschillende, maar samenhangende delen hebben benoemd, ben ik wel benieuwd hoe jullie dat zelf nu bij elkaar zouden brengen. En ik denk dat ik dan bij jou begin, Floris, gegeven dat jij als eerste sprak. Zou jij iets willen zeggen over jouw verhaal over participatieve ongelijkheid in relatie tot politiek wantrouwen, zal ik dan nu maar zeggen. Ik zal het niet meer hebben over vertrouwen, denk ik. En over ook de rol van de politieke elite daarin. Zeker. Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen. En ik denk dat Ton dat... Ja, staat aan. Ja. Ja. Belangrijk om te beseffen, ik denk dat Ton dat ook benoemd heeft en Lisa ook, dat we te maken hebben met de situatie in Nederland, en in mijn geval specifiek Amsterdam, waar we een heel open politiek systeem hebben. Het is proportioneel, het is relatief makkelijk om toegang te krijgen. Zeker op dat lokale niveau zien we dat we ontzettend veel rechten geven aan mensen om te participeren. En dan is het des te teleurstellender en ook wel problematischer om te zien dat die problemen die elders in de wereld ook spelen, eigenlijk net zo hard hier in Nederland aanwezig zijn. En ik vond het mooi wat Tom vertelde over het feit van dat het, ja, misschien gaat het niet over dat gemiddelde van wantrouwen en vertrouwen, maar dat het verschil is gigantisch groot. En daar gekoppeld wat Lisa vertelde, is dat het is eigenlijk ook niet zo makkelijk om dat op te lossen. Dus het is ook, ja, het is een vrij pessimistisch verhaal eigenlijk wat we hier vertellen. Ik bedoel, we vertelden het misschien wel redelijk luchtig. Maar als je erover nadenkt, dan denk je, ja, eigenlijk is het systeem aan zich, in principe zou dat bereid moeten zijn, of zou dat geschikt moeten zijn om die diversiteit die we in die samenleving zien, om die te vertalen politiek gezien. Dus we hebben alles wat we nodig hebben eigenlijk in Nederland beschikbaar. En tegelijkertijd zien we dus keihard hoe dat niet werkt. En zien we dus allerlei politieke partijen gebruik maken van het feit dat het wantrouwen groeit en dan dus groepen daarop mobiliseren. En dan zie je dus een soort van versterkt effect dat die partijen eigenlijk dat wantrouwen verder moeten versterken om succesvol te blijven. En daarmee eigenlijk niet in staat zijn of niet willen om die stappen te zetten die Tom ook benoemde, van ja, inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan. Dat is allemaal het nadeel van heel veel partijen. Want dat zullen ze uiteindelijk in die verkiezingen niet terugzien in hun uitslag. Dus een heel pessimistisch verhaal van de drie die wij vertellen. Ja, ik hoop ook niet dat het lukt om dat heel, de zaal misschien niet zingend naar huis, maar wel slimmer en ja, meer doordacht, ja. Dat tenminste. Ja. En Tom, hoe kijk jij naar het verhaal van Floris en van Lisa? Ja, staat die van mij nu aan? Ja. Ik kijk even naar degene achterin die... Nee, nog niet. Wat moet ik hier doen? Hij is groen als je uitstelt. Hij staat niet groen. Nu wel. Kijk, ja. Ik ben er. Ik ben er misschien nog wel ietsjes positiever, maar vooropgezegd, Arend Leiphardt, een politicoloog uit... Ja, een halve eeuw geleden. Die zou uit dat de democratie moet bezorgd zijn, niet alleen om het niveau van participatie en vertrouwen, maar vooral ook om die gelijkheid. En ik denk dat we in Nederland over het gemiddelde niveau inderdaad ons niet zoveel zorgen hoeven te maken. Maar die ongelijkheid die er is en die ook op punten lijkt toe te nemen, dat is wel onze grote zorg. En dat zit denk ik in alle drie de verhalen. Wat ook in alle drie de verhalen, wat in ieder geval mee resoneert, is dat de oplossingen niet eens zozeer bij de kiezer hoeven te liggen. De kiezer wil al wel. Als ik denk aan ook de verhalen van Floris en van Lisa, het zijn heel vaak de elites die de poortwachter zijn, politieke elites, die zaken kunnen verbeteren.
Als ik denk aan migratie, er zijn een aantal gemeentes geweest waar werd voorgesteld van misschien moeten we een opkomstbevordering doen, specifiek in die buurten die dit het meeste baat bij hebben. En dan wordt het afgewezen, want dat zou partijpolitieke gevolgen hebben. Dan zouden sommige partijen daar meer baat bij hebben dan andere. Dat is natuurlijk een redenatie van een likmevesje. Het gaat erom, in de democratie wil je dat er gelijkheid is. En dat heeft misschien politieke implicaties, maar we moeten niet doen alsof de huidige situatie waarin die ongelijkheden juist bestaan, neutraal is. Dat is die niet. Hetzelfde geldt voor het punt wat Lisa opwierp over alle verschillende stappen waaraan gedacht kan worden om maatregelen te nemen om de participatie en deelname en benoeming van vrouwen te kunnen bevorderen. Om maar één simpel voorbeeld te noemen, als het aan Nederlandse kiezers ligt, brengen ze al meer voorkeurstemmen uit op vrouwen en worden dus ook meer vrouwen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, gegeven wat er op de partijlijsten staat. Sterker nog, ook de mensen die niet die voorkeurstem uitbrengen, die zeggen ook, als het aan ons ligt, hebben we een veel betere vertegenwoordiging. Overigens niet alleen van vrouwen, maar ook van lager opgeleide, mensen met een praktische opleiding, mensen met praktische beroepen. Dat willen ze heel graag. Wat houdt het tegen? Ons kiesstelsel, waar partijen ontzettend dominant in zijn, in wie er op de lijst komen, in welke volgorde, en waarbij het heel moeilijk is om dat te doorbreken. Nou heeft die commissie Remkes daar een voorstel toe gedaan om dat aan te passen. Er is een manier voor om dat simpel te doen. En wat zien we dan de afgelopen paar maanden? Eerst is er een voorstel om de systematiek om dat aan te passen, om te draaien. Ik zou niet met de details vermoeien, maar het komt erop neer dat de partijen eigenlijk weer meer macht krijgen dan in het voorstel. En bijna evenveel macht als wat ze nu zouden hebben. En ten tweede dat de Raad van State het voorstel naar de prullenbak verwijst met de redenatie die niet sluit. Dus er is een tamelijk simpele manier om in ieder geval een stap te kunnen zetten. Dat lost niet de fundamentele problemen op die allebei benoemen, maar wel in ieder geval een stap en ook meer kan helpen richting rolmodellen. En die verdwijnt meteen weer. En ja, de oplossing, net zoals in het verhaal rond die politisering van het wantrouwen, ligt elke keer bij dezelfde groep, namelijk bij politici. Want jullie voorstel, wat je hebt kort gezegd wat het niet is, maar jullie voorstel was om de voorkeurstemmen een zwaardere stem te laten zijn. Het is iets ingewikkelder, dat je voortaan de stem op een partij loskoppelt van de stem op de persoon binnen de partij. En dat zou ertoe leiden dat er meer personen op persoonlijke titel verkozen raken. En het is voor politieke partijen eng. Want dan hebben ze iets minder grip op de mensen in het parlement. U moet u voorstellen, het gebeurt nu in de hele carrière van een politicus waarschijnlijk één keer dat hij tegen de partijlijn instemt. Ja, stel dat die politicus op eigen titel verkozen raakt, door de partij genomineerd, op de partijlijst, verwetend dat hij volgende keer weer op die partij moet bouwen, zal dat misschien twee keer gebeuren. Dat is heel eng. Ja. Maar ja, het wat net al werd gezegd, degenen die de keuzes kunnen maken, die hebben er geen baat bij om die macht te delen. Ja, en nu is er alweer een nieuw Remkes-rapport, waar ik ook al net al eventjes... Nee, dat is een beetje flauw. Lisa, voor jou ook nog even op het knopje te drukken. En natuurlijk de vraag, jij sprak over de politici. Vanuit de andere twee lezingen hadden we het over de kiezer. Hoe neem jij het verhaal van de kiezer ook mee in jouw oproep tot verandering en vooruitgang? Ja, we weten uit onderzoek dat het voor die kiezer bijvoorbeeld heel erg belangrijk is, jonge vrouwen en meisjes, als die een vrouw campagne zien voeren. En die hoeft niet eens succesvol te zijn, die hoeft niet eens te winnen. Maar alleen al dat ze dat zien, heeft al een effect, namelijk dat ze zich herkennen en dan geïnteresseerd raken in politiek. Dus die voorbeelden, die herkenbaarheid, is gewoon ontzettend belangrijk. En ik denk zeker ook op het lokale niveau, daar heb ik weinig onderzoek naar gedaan, maar ik kan me voorstellen ook, wat jij laat zien, die plaatjes op wijkniveau, dat bijvoorbeeld in Westdenk heel erg groot is, denk ik van, nou ja, ze herkennen zich daarin, die kiezers die daar wonen, en dan gaan ze dus wel naar de stembus. En het laat ook, wat mij betreft, heel duidelijk zien, inderdaad, wat die politici hebben laten liggen. Het is gewoon het falen van de politiek dat dit is gebeurd. Dat mensen zich niet meer herkenden. En ik heb het vooral over vrouwen gehad, maar ik heb ook heel veel onderzoek gedaan naar burgers die geminoriseerd zijn met een migratieachtergrond. En daar zien we dus dezelfde patronen terug. Hetzelfde geldt voor politiek vertrouwen. Op het moment dat burgers zich herkennen in de politiek, dan hebben ze meer vertrouwen. Dus dat is dat zijn de linkjes. En daarnaast, lopend hebben we een aantal focusgroepen die we doen met burgers over herkenbaarheid in de politiek. En daar zien we dat
De vraag is dan van, maakt het nou uit voor burgers dat er mensen in de politiek zitten die op ze lijken? En wat is dat dan, hè, qua achtergrond? En dan zien we dat die burgers die wij dan hebben gesproken eigenlijk vooral belangrijk vinden wat voor standpunten hebben politici, maar dat ze toch verwachten dat mensen die op ze lijken, bijvoorbeeld qua culturele achtergrond of religie, dat ze het idee hebben van die hebben dezelfde geleefde ervaringen en kunnen daarom onze standpunten beter inbrengen. En we zien dat vooral voor jonge vrouwen van kleur, die heel weinig rolmodellen hebben, heel weinig voorbeelden, dat voor hun het juist wel heel erg belangrijk is, ongeacht welke partij, dat daar mensen zitten die, waarin ze zich kunnen herkennen. Bijvoorbeeld Sylvana Simons is ongelooflijk belangrijk voor jonge vrouwen van kleur. Ook als ze bijeen niet ondersteunen. En het laatste punt wat ik daarover wil zeggen, waar ik me dus echt heel erg zorgen over maak, is geweld in de politiek. En ook wat voor effect dat heeft op die jonge mensen die dus, waarvan je hoopt dat ze aspirant zijn. Dat ze op een gegeven moment denken van die politiek is ook wel wat voor mij. Laat ik eens kijken of ik me op een gegeven moment kandidaat gaan stellen. Maar die afgeschrikt worden door al het geweld wat iemand als Sylvana Simons bijvoorbeeld over zich uitgestort krijgt. Ja, en dat hangt ook weer mooi samen met het politieke proces natuurlijk wat je beschreef. Inderdaad, dat we... Nou, misschien u niet, maar dat veel van ons inderdaad pas op de verkiezingen wakker worden en denken, oh, wat gebeurt er eigenlijk in de vertegenwoordiging? Maar dat natuurlijk al veel eerder iets aan de hand is. En Floris, die herkenbaarheid die nu al een paar keer terug is gekomen. Wat zie jij in jouw onderzoek, die rol van die herkenbaarheid? Is die heel belangrijk? Is dat ook inhoudelijk? Of is dat vooral in die zichtbaarheid? Ik denk allebei. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat met name kiezers die zich al buitengesloten voelen, hè, dus dat ik ook benoemde op het einde, dan wordt het alleen maar meer belangrijk. Hè. Dus en ik denk dat het ook goed is om te beseffen dat die politiek staat nu niet los van de samenleving. Die ongelijkheid zit overal in de samenleving. En dat is iets wat die mensen continu meemaken op school en de arbeidsmarkt. En dan is het soms bijna logisch dat ze dat in de politiek ook terugzien. En dan kan het inderdaad ontzettend belangrijk zijn dat je die herkenbaarheid ziet, dat je iemand ziet die op jou lijkt of die dingen zegt waar je je in kan herkennen. Om vervolgens daar dan ook meer een gevoel bij te krijgen en met elkaar in gesprek te gaan. Dus inderdaad, we zagen in 2018 dat in Nieuw-West de opkomst van DENK enorm belangrijk is geweest, ook voor jonge mensen, om überhaupt te gaan praten over politiek. Hè. Dus we zijn daar toen een paar maanden rondgelopen, met heel veel mensen gesproken en die vertelden van ja, tot nu toe is eigenlijk die gemeenteraadspolitiek, maar ook de nationale politiek, totaal geen topic. Iets wat we totaal niet met elkaar bespreken. Het interesseert ons niet, het gaat niet over ons. En zo'n partij kan dan het verschil maken. En dan gaan mensen er wel over nadenken. Alleen de vraag is vervolgens, wat kan zo'n partij daadwerkelijk voor die kiezers betekenen? En dan is het meer een inhoudelijke vraag natuurlijk. En dat is natuurlijk ook een hele ingewikkelde kwestie. Het is ingewikkeld, ja. Dat is je conclusie. Nee. En... toch nog even, als jullie het aandurven, over de oplossingen. Lisa, je hebt al een mooie kick-off daarvan gegeven. Tom, in wat voor hoek moeten we oplossingen zoeken? Laat ik het dan heel erg open vragen. Mag ook een specifieke oplossing zijn. Als we het hebben over ongelijkheid en democratie. Ja, volgens mij als het gaat om ongelijkheid en democratie. Heel vaak moet je kijken naar de bronnen van de ongelijkheid. En heel vaak zijn het toch hele structurele bronnen. Structureel, sociaal, puur sociaal-economisch. Dat wil helpen aanpakken. We weten dat het ertoe doet. Dat is natuurlijk wel echt een lange termijn proces. Hetzelfde geldt overigens ook voor vertrouwen. Als je het vertrouwen omhoog wil krijgen, moet je zorgen dat de overheid goed functioneert. Je kan het vertrouwen op korte termijn opkrikken met trucjes. Een 100-dagen tour door het land te houden als je net begonnen bent als regering, zoals Balken en de Vier doet. Supergoed trucje om het vertrouwen voor een paar maanden omhoog te krikken. Of elke dag één beleidsmaatregel afkondigen, zoals Rutte 1 deed. Heel goed trucje, maar het lost niks structureels op. En een pandemie kan ook natuurlijk nog. Precies. Maar dat zijn trucjes en daaronder liggen de structurele oplossingen. Wat daar volgens mij nog overeenkomt, is dus echt een politiek die bereid is een waardenstrijd te voeren. Die bereid is om herkenbaar te zijn. Want dat uiteindelijk trekt mensen. Dan weten mensen waar ze het voor doen, waar ze voor staan. Dan kunnen ze ook herkennen waarom bepaalde beleidskeuzes worden gemaakt. Dan hoeven kiezers minder snel naar een specifieke partij aan de flanken te komen die dan maar wel een alternatief biedt ten opzichte van dat hele brede politieke midden dat geen waardestrijd durft te voeren. Wordt de politiek weer wat beheersbaarder. Maar
dat zijn allebei oplossingen die heel veel vragen van een politiek die nu toch wel heel erg op een korte termijn en op Haagse gehakketak in Den Haag gericht is. Ja, het blijft. Ik weet niet of we het positief kunnen spinnen allemaal nog. En Floris, voor jou, oplossingen, waar moeten we die zoeken? Ik denk dat uiteindelijk toch de oplossing meer zit bij de kiezers zelf en bij hun mobilisatiekracht. Dus ik ben bang dat de politiek uiteindelijk niet bereid is om die stap te gaan zetten. Dus ik denk dat we al heel lang hebben aangegeven waar het probleem zit. En ja, die partijen die reageren uiteindelijk toch op de stem. En uiteindelijk, we zijn misschien teleurgesteld van het feit dat we dezelfde regering hebben gekregen die we weg hadden gestuurd. Maar uiteindelijk is het toch de kiezer die dat gedaan heeft. En ik weet dat Tommy op gaat reageren. Ik zag al meteen een veer. Dus daarom zei ik het ook. Maar het is meer, uiteindelijk is het. Ik zie wel de echte oplossing ook heel belangrijk in die samenleving zelf. En de gesprekken die we met elkaar hebben over die ongelijkheid. Die dus niet alleen over de politiek gaat, maar ook in alle onderdelen van die samenleving een rol speelt. Dus vanavond is eigenlijk. We zijn onderdeel van de oplossing. We zijn daar absoluut. Zie je toch positief? Ja. Oh, mooi, ik heb het gevonden. Tom, je wilde reageren. Ja, niet zozeer dat ik het niet al eens ben dat de kiezer zelf dat woord moet pakken. En dat ook al vaak trouwens probeert. Maar waar ik wat cynischer in ben geworden in de afgelopen jaren, is in hoeverre de middenpartijen, ook als ze electoraal verlies lijden, bereid zijn om bij te sturen. Ik zie het grote verlies van de PvdA. Ik zie het enorme verlies van het CDA door de jaren heen. Maar die hebben de neiging om steeds maar weer dan dezelfde groef in te duiken en niet bereid zijn om bij te sturen. Dus ook na grote nederlagen. Kijk, die partijen verdwijnen niet. Ja. Ze worden misschien kleiner. Ja. Ik zie als gevolg hiervan de versplintering eerder toenemen, ja, omdat er oplossingen worden gezocht. Zolang de cultuur in dat midden niet verandert. Ja, maar is het bereidheid of capaciteit van de partijen? Want dat is dus die vicieuze cirkel. Inmiddels komen we ook op het punt dat het beleid en capaciteit is. Want als je conflict wil afstemmen, dat doe je niet in je eentje, dat doe je in wisselwerking. Maar als je dat met wel 8 partijen in het midden moet gaan afstemmen, is dat niet te doen. Kijk naar de parlementaire debatten. Dus dat is die vicieuze cirkel. We hebben een crisis van het politieke midden. Maar het politieke midden is niet bij machten of niet willens geweest om het aan te passen. En nu zie ik ook niet op korte termijn hoe we hieruit kunnen gaan komen. Toch een grote samenwerking op links of in het midden. Wie weet, het kan altijd nog gebeuren. Ik ga deze showtrap af, de zaal in. Zouden jullie je hand willen opsteken, dan kom ik naar u toe met de microfoon. Dat is heel belangrijk, omdat anders de mensen thuis het echt niet kunnen horen. En dat zou toch jammer zijn. Ja. Hoi, goedenavond. Ik heb een vraag over die politieke waardestrijd. Zou die binnen of tussen partijen moeten plaatsvinden? Omdat je ook in het verleden hebt gezien dat er meerdere politieke bedrijfsongevallen zijn geweest. Het DENK is voortgekomen uit de PvdA en dat er ook heel veel versplintering is ontstaan door strijd binnen die partijen en dat leden zich afsplitsen. Dus waar moet dat ideologische gesprek beginnen om misschien dat midden te behouden? Wil je dat iedereen daarop reageert of specifiek iedereen die wil? Lisa? Ja, ik denk echt aan de keukentafel. Ik denk op school. Het begint zo vroeg. Dus ik denk dat we daar de gesprekken moeten voeren over stereotypen, waarden, normen, school. Voor het 12e levensjaar. Ik denk vroeg. Jong vooral, heel vroeg en jong. Mooi. Dat is ook iets wat iedereen mee kunnen geven met kinderen en buur, jongens en meisjes en et cetera. En Tom, hoe kijk jij naar die vraag? Aan twee kanten, als je het over kiezers hebt, dan inderdaad, je kan niet jong genoeg beginnen om duidelijk te maken waar democratie en politiek voor moeten staan. We zijn nu bezig met het onderzoek en we zien op 12-jarige leeftijd echt enorme verschillen in leerlingen. Terwijl ze pas net zijn uitgesplitst naar middelbare scholen, in hun opvattingen over democratie, maar ook in hun zelfvertrouwen, in hun ambities. Waarvan we zien dat ze ook doorwerken op latere leeftijd. Dus inderdaad, je kan niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar het probleem is, als je dat volledig aan de huishoudens zelf overlaat, dan reproduceer je de ongelijkheden die al in de maatschappij bestaan. Dus het is heel belangrijk om dat te doen. Maar die ongelijkheden kunnen daardoor bestaan. Wanneer het gaat om de politiek, wanneer de strijd tussen politieke actoren moet plaatsvinden. Ik denk dat het in ons systeem primair tussen de partijen moet gebeuren. Want dat zijn de herkenbare eenheden in ons systeem. Maar tegelijkertijd kan het ook betekenen dat een partij toegefelijker wordt dat er binnen de eigen stroming meerdere perspectieven kunnen bestaan. Dat niet elke afwijking op een specifiek deelthema meteen tot een nieuwe partij hoeft te leiden.
En de meeste afsplitsingen gaan ook niet over ideeën, overigens, hoor. De meeste afsplitsingen in ons stelsel, die gaan over gewoon botsende humeuren of iemand die heeft zitten frauderen met hypotheken of verzin maar wat. Maar ook dat leidt soms weer tot nieuwe partijtjes die verkozen blijven. Floris, heb jij nog een toevoeging? Nou, ik denk wel dat bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als Denk, dat geeft aan dat het echt een waardestrijd is. Dat was natuurlijk een situatie waarbij ook Kuzu met name inzag dat wat het sentiment was onder zijn achterban. En op dat moment, jarenlang de Partij van de Arbeid, waarvan men het gevoel had van ja, daar hebben we op gestemd. En dat was ook bijvoorbeeld in Amsterdam heel duidelijk. Dat was een enorme dominantie, mede dankzij die stemmers. Maar als het dan inhoudelijk gaat over, hebben zij onze stem ook echt daadwerkelijk behartigd? En zijn zij uiteindelijk bereid om die achterban, die toch wat meer religieuzer was, wat conservatiever was, als seculiere progressieve partij, om die te behartigen? Dan zag je er echt een waardestrijd. Dus in die zin, je hebt voorbeelden waarbij het intern is. Ik denk uiteindelijk dat het om gelijk heeft dat het zijn natuurlijk de partijen in ons stelsel. En nogmaals, dat is niet eens zo heel ingewikkeld, relatief gezien, om in die politieke arena actief te zijn, waar de echte strijd plaats moet vinden. Ja, en die hypotheken versus ideologie hebben we net gehoord. Ik kom bij jou. Dankjewel. Ik ben wel benieuwd over die waardestrijden ook, want juist verschillende partijen presenteren zich op een bepaalde manier wel als staande voor bepaalde waarden. Dus als je kijkt naar vorm van democratie, een soort idee van wat Nederland is en de PVV ook. Dus aan de ene kant dus wantrouwpartijen, maar er zit wel een soort discours omheen over dat daar wel degelijk grote idealen zijn. En ook, ja, misschien, ik ben ook wel benieuwd over als het gaat om vrouwenemancipatie, ook de wetgeving over abortusrecht bijvoorbeeld, komt dan toch wel weer terug. Of zijn dat dan niet, is dat dan niet de waardestrijd die je bedoelt? Of is dat nep, een neppe waardestrijd? Lisa? Je vraagt me om je op iets te reageren wat Tom heeft gezegd. Nee, maar ik hoor vrouwenemancipatie bij jou. Ja, natuurlijk is dat een waardestrijd. En dat we zien ook dat zich uitvergroot. Dus dat heeft het polariseert. En het ik, op een manier, je ziet ook Dat het verbonden is met internationale ontwikkelingen. Het staat nog niet op zichzelf. We hebben het natuurlijk heel erg over Nederland en het lokale niveau nu. Maar ja, wat hier gebeurt is ook een reactie op wat er in andere landen gebeurt. Zeker als het gaat om het belang van diversiteit bijvoorbeeld. Het belang van zwarte identiteit in de politiek. Zou je ook een onderdeel kunnen zien van die waardestrijd. Inderdaad, abortuswetgeving, vrouwenrechten die internationaal echt heel erg onder druk staan. En waar hier toch ook wel discussies over zijn die ik 10 jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden, zeg maar. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Mag ik één antwoord geven voordat ik Tom het woord geef? Tuurlijk. Ook daar lokaal voorbeeld weer. Bijvoorbeeld Rotterdam is natuurlijk super interessant wat daar gaat gebeuren. Daar heb je een coalitie van Denk met Leefbaar. Die partijen zijn natuurlijk al beide groot geworden dankzij de polarisatie en het feit dat ze zich hebben afgezet tegen elkaar. Het is heel interessant om te zien dat zodra ze dan het coalitieakkoord sluiten, dat ze opeens helemaal omdraaien en zeggen, nee, we zijn allemaal voor die achterstandswijken die ik net liet zien, waar eigenlijk de opkomst heel laag is, hè. We gaan zien of ze in staat zijn om dat te doen. Maar als dat lukt, dat denk ik wel een heel belangrijk voorbeeld is van het is wel mogelijk. Dus het zijn zelf, het ook, en dan komen we misschien terug bij wat Tom ook zei. Dus die elite, die partijleiders, kunnen het omdraaien als ze denken dat ze er iets mee te winnen hebben. Maar de vraag is of ze dat doen. We komen over een jaar terug om dat te evalueren. Ja. Gaan we het over Rotterdamse politiek hebben bij SPIJ25? Lijkt me wel spannend. Toch goed, ja. Tom? Nou, als ik denk aan een waardestrijd, dan vraag je eerst iets van partijen en daarna van losse partijen en daarna iets van partijen gezamenlijk. Dus los voor een partij vraag je eerst dat de partij duidelijk kan maken met welke bril je naar een beleidspunt moet kijken. Bijvoorbeeld klimaat, is dat nou een economisch vraagstuk? Of een soort van meer cultureel internationale samenwerkingsvraagstuk? Dat maakt heel erg uit. Voor sommige partijen vallen ze samen, voor anderen niet. Heel lang was klimaat een economisch thema, steeds meer wordt het cultureel thema. Europa ook. In de jaren 90 was tegenstand tegen de Europese gemeenschap was een economisch links thema. Tegenwoordig is weerstand daartegen vooral een rechts thema. Niet economisch rechts, maar cultureel rechts. Dus die bril is de eerste.
Het tweede is dat je diepere waarden hebt waarvan je zegt, dit is het eindpunt waar wij voor gaan. En als derde, dat je dat eindpunt consequent kan proberen te koppelen aan heel verschillende beleidsstandpunten. Dat zie ik bij heel veel partijen niet terug. Tot op zekere hoogte zie je dat inderdaad bij Forum, bij PVV, ook bij EEN, zie ik dat duidelijk bij Partij voor de Dieren. Maar het is ook een beetje in het land der blinden is één oog koning. Want die hoeven het niet zo consequent te doen, want het midden doet het bijna helemaal niet. Daaroverheen komt nog voor een waardestrijd, daar heb je niet één partij voor nodig, daar heb je meerdere partijen voor nodig. Dus die moeten onderling in overeenstemming zijn van dit is de dominante tegenstelling. Wij gaan gezamenlijk klimaat bespreken als een economisch thema of Europa als een cultureel thema. En dat ontbreekt heel erg. In verkiezingstijd zien we dat bijna niet gebeuren. Nogmaals, het voorbeeld van de afgelopen verkiezingscampagne is typerend. Maar hetzelfde zag je in 2019, hetzelfde zag je in 2017. Steeds weer gaat het over leiderschap. Dat is niet waardestrijd. Maar je ziet het ook in het parlement. Want zodra die partijen samen gaan regeren, dan is het opeens, ja, ik sta voor mijn handtekening. Dan zijn die verschillen, die er blijkbaar voorhand wel waren, die zijn weg. Dus ook daar ontbrandt die waardestrijd niet. Er zijn alternatieven. Kijk bijvoorbeeld naar Denemarken en Zweden. Daar heb je verschillende blokken die elkaar afwisselen. Kan je normatief soms problemen hebben met gedoogpartners. Daar gaat nu de discussie in die landen heel erg over. Maar je hebt in ieder geval wel duidelijk twee blokken die elkaar kunnen afwisselen en het alternatief bieden binnen het systeem. Daar hoef je niet elke keer voor naar buiten te gaan. Dus dat ontbreekt je heel erg en wordt steeds moeilijker te bereiken. En dat die waardestrijd in die zin wordt niet consequent uitgevoerd. En dat is ook wel een risico, denk ik, aan het model van Rotterdam. Het kan goed uitpakken en het kan slecht uitpakken. Als het goed uitpakt, dan laten die twee partijen laten ofwel samen een nieuwe tegenstelling creëren ten opzichte van de rest. Dan kan je waardestrijd krijgen. Of dat die partijen, terwijl ze lid zijn van dezelfde coalitie, wel bereid zijn steeds met elkaar de strijd aan te gaan. Het kan ook verkeerd uitpakken. Dat is wat de PvdA heeft meegemaakt onder Rutte 2 met de VVD samen. De Partij van de Arbeid die zei van het regeerakkoord, ja, dat is het beste staaltje vakmanschap dat we ooit hebben laten zien. Wij zijn voor het regeerakkoord. Waardoor de kiezer zoiets had van ja, oké, maar waar staat de PvdA dan zelf nog voor? En dus weg is. Als je geen waardestrijd voert, ook niet binnen je eigen coalitie of ten opzichte van je coalitie met de rest, is er een heel groot risico dat je daarna weer weg wordt gevraagd en dit ontbreekt. Dank jullie wel. Ik had hier nog een hand gezien, maar die ben ik even kwijt. Oh, dan moet ik toch naar de andere kant. Gaat allemaal goed komen. Ik kom hier bij jou. Ja, ik wilde eigenlijk iets vragen over economische ongelijkheid, maar wat jij zegt, Tom, triggert me iets anders te vragen. Namelijk over het K-woord, de kiesdrempel. Ik ben het wel met je eens dat de politiek niet bij machten lijkt te zijn om zelf te veranderen. Dat de instituties ook partijen niet prikkelen tot het goede of tot ander gedrag. Dus iets waar ik zelf eigenlijk sinds de verkiezingen van vorig jaar over nadenk is, hoe kan je de instituties, of eigenlijk zeg maar de manier waarop we in Nederland partijen kiezen, dusdanig veranderen dat ze misschien wel gedwongen worden te veranderen. En de vraag of een kiesdrempel die blokvorming zou kunnen stimuleren. Waarbij je dan dus inderdaad, dat hoeft geen kiesdrempel van 10% te zijn, misschien wel van een paar procent. Misschien ook met het Italiaanse voorbeeld dat je ook een stimulans kunt krijgen als je boven een bepaald percentage komt. Maar zou dat in jouw opvatting, of in jullie opvatting, kunnen bijdragen aan dus die blokvorming en vervolgens als middel richting die waardestrijd? Als middel richting oplossing van vertrouwenscrisis. Het K-woord, Tom. Ja. Ja. Ga je gang. Er zitten een paar aannames in je vraag. Ik heb het ook een keertje gelezen of gehoord van je in een stuk. Het probleem van de kiesdrempel is, het is symptoombestrijding. Dus als de wortel van het probleem ligt bij politieke partijen die de waardestrijd niet voeren, is de kiesdrempel daarvoor niet de oplossing. Het is hoogstens een vertragend effect. In Israël is de kiesdrempel omhoog gegaan. Dat leidde even een aantal jaren tot één partij minder. En daarna was die partij gewoon weer terug. Dat zou je ook in Nederland krijgen. Het probleem is niet dat we voor de waardestrijd niet dat we te veel kleine partijtjes hebben. Dat is ook een probleem. Maar vooral dat we heel veel middelgrote partijen hebben. Als je daar iets aan wilt doen, dan moet de kiesdrempel echt wel heel hoog worden. Stel dat we de kiesdrempel ophogen naar wat is het? Naar net onder de 3 zetels. Dan speel je bijna niks vrij, dan speel je 3 zetels vrij. Stel dat je hem op 2% zet, 3 zetels, of mij wordt op 3% zet, wat allemaal nog binnen de grondwet zou kunnen, speel je zo weinig ruimte vrij dat het niks oplost. Stel dat je het naar 5% tilt, nog steeds niet zoveel. En afsplitsingen voorkom je er niet mee. Dus in die zin is het symptoombestrijding. Voor het functioneren van het parlement zou je zeggen, dan zijn er minder partijen.
hoewel je afsplitsing nog steeds niet voorkomt. Maar een kiesstelsel is niet het ideale middel om het functioneren van het parlement te verbeteren. Kijk naar Engeland, totaal aan de kiesstelsel, maar het parlement functioneert nog steeds voor geen cent. Dan moet je de regels van het parlement veranderen. Als je wil dat partijen minder makkelijk doorbreken, moet je niet eerst kiezers een stem laten uitbrengen en dan tegen een deel van de kiezers zeggen, ja, maar jullie stem telt niet. Dan moet je zorgen dat die partijen het moeilijker krijgen om op het stembiljet te komen. En daar zijn voorstellen voor, al heel lang trouwens, en die worden maar niet uitgevoerd. Want zorg dat die partijen niet dat eerste voetje zomaar tussen de deur kunnen krijgen. Dus er zijn een reeks alternatieven. Dit is tot op zekere hoogte symptoombestrijding. En het is niet het ideale middel om binnen het parlement dit aan te passen. Dan je laatste argument van, leidt het dan tot meer blokvorming? Ik zie geen enkele reden waarom het verdwijnen van de kleinste zes partijen leidt tot betere blokvorming. Echt werkelijk, in alle oprechtheid, ik zie geen motivatie daartoe. We hebben nu drie blokken van partijen. En het gaat erom hoe die drie blokken onderling functioneren binnen het parlement. Het geeft eerder een bonus aan de zittende partijen in het midden, dat ze iets rustiger kunnen doen, omdat de concurrenten die wel scherpe tandjes hebben, niet meer mee hoeven te wegen. En mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, graag. Het grote nadeel is natuurlijk dat die ongelijkheid alleen maar groter wordt. Hè? Dus de groepen die wij net zagen in de buitendelen van de stad, de achterstandswijken, die zullen het nog moeilijker hebben om gerepresenteerd te worden. Dus die zullen nog een grotere afstand voelen en nog eerder het gevoel hebben dat ze er niet bij horen en dat er toch geen zin heeft om te stemmen. Dus de enorm nadeel en volgens Tom ook weinig voordelen. Ja. Heel kort, maar wacht heel eventjes dan, want we moeten wel even met de microfoon. Maar alsjeblieft heel kort. Wat ik eigenlijk bedoelde was hoe je partijen kunt dwingen om zeg maar tot pre-electorale blokvorming te komen. Via eventueel een kiesdrempel die een bepaalde mate van blokvorming zou kunnen stimuleren. Dus niet om te zeggen, hè, als je maar minder partijen of 10% erbij al die kleintjes kwijt, dan is het opgelost. Absoluut niet. Maar wel hoe je eigenlijk partijen kunt triggeren om aan blokvorming te doen en dus aan meer georganiseerde waardestrijd. Als de kiesdrempel niet dat middel is, wat zouden wel die middelen kunnen zijn? Ja, daar heeft de staatscommissie ook naar gekeken. En zelfs met een voorstel gekomen. De oplossing die in Italië is gekozen en in mindere mate in Griekenland, die werkt niet. Daar zijn ze daar ook heel snel van teruggekomen. Dat ze een bonus geven aan de grootste partij of aan de grootste coalitie, dat leidt tot hele perverse uitkomsten. Dus dat moet je niet willen. Maar wat wel kan, is, nou ja, allereerst zet alsjeblieft dan gewoon een keer in op gedrag. Als de Denen het kunnen met een net zo evenredig kiesstelsel als het onze, dan is het gewoon een politieke cultuur die in de weg zit. Dus gedrag, politici, niet instituties. Maar goed, aangezien blijkbaar onze cultuur heel erg weerbarstig is, dan kan je nog denken, wat kan je dan introduceren? Minderheidscoalities. Maar goed, de enige reden waarom we dat niet doen is opnieuw die cultuur. Want op een of andere manier vinden we dat dood en doodeng en is dat slechte politiek als we dat zouden doen. Kan je dan aan harde instituties denken? Ja, er is een voorstel voor. Kom met een gekozen formateur. Bij een gekozen formateur dan heb je namelijk één uitkomst. Niet een gekozen premier, maar een formateur die het initiatief gaat nemen. Dan gaan partijen zich achter dat figuur scharen. Maar ja, dat idee is lineairect naar de prullenbak verwezen. Wat ik ook snap hoor overigens, want het is een out-of-the-box manier van denken. Maar ja, het is van tweeën één. Of je wil blokvorming afdwingen met instituties, dan is dit een oplossing. Of het moet via gedrag komen. Maar als het van geen van beide komt, omdat politici in de weg liggen, ja, dan is het een keus. Dat was het volgende K-woord, keus. En daarmee hebben we hem dan afgerond. Ik kom bij u. Ja, hoi. Haarscherpe analyse, vind ik wel lekker. Nog even terug naar Remkes, het R-woord. Ik had twee weken geleden naar die persconferentie te kijken. Stel dat ik premier was geweest en ik had op de eerste rij bij zijn persconferentie gezeten. Ik heb een uur lang aan de buis gekluisterd gezeten. Die had ook haarscherpe analyses. Ik had denk eerder het pand verlaten. Ik had me kapot geschaamd. Je werd aangeveegd door de meneer Remkes. Er werd geen spaan van de hele politieke arena van de afgelopen decennia heel gelaten. Aan gebrek aan leiderschap, aan inhoud, alles passeerde de revue. Wat gaat dat toch mis dat die man met in voetbal krijgt twee keer geel, ben je weg. Deze man die komt overal mee weg. Dat zet toch een bijl aan alles, aan al het vertrouwen. Dat is de ene vraag, de bijl aan het vertrouwen. Is dat niet dat overal mee wegkomen is een bijl aan het vertrouwen? Andere kant van de medaille, de rechterlijke macht is mijn vertrouwen.
enorm toegenomen. Lees een stikstofuitspraak, zijn natuurlijk rechtelijke uitspraken, urgenderechtspraken, showrechtspraken. Helaas de rechtspraak nodig, een rechtszaak met de advocaten, tijdrovend, om uiteindelijk tot de beslissingen te komen waar de politiek hopeloos in faalt in die zin. Ik heb geen vraag gehoord. Heeft u een specifieke vraag voor een van onze panelleden? Beide liggen in elkaars verlenging, heb ik het idee. Waarom dat leiderschap, hebben we het over, en het inhoud, mist alle twee. Ja, ik durf niet meer als eerste aan Lisa te vragen. Floris, zou je hierop willen reflecteren? Ik zou toch weer terugkomen op wat Lisa net zei. En Tom mag zo meteen antwoord geven op deze specifieke vraag. Maar volgens mij is het wel een beetje de vraag of we die waardestrijd echt serieus kunnen organiseren in het parlement. Met een paar slimme trucjes. Want uiteindelijk is het toch de maatschappij waar die waardestrijd ook mist. Hè? Uiteindelijk, en dan kom ik weer terug bij het punt van uiteindelijk kiezen we toch weer. Ik bedoel, jij kan zeggen van waarom in godsnaam. Maar uiteindelijk gebeurt dat wel. Deels om wat Tom uitlegt, hoe die politiek zich functioneert en hoe die leiders van die politiek in staat zijn om die verkiezingen op die manier te sturen. Maar zolang wij in onze samenleving aan de keukentafel die waardestrijd nauwelijks of niet hebben. Hè, en zolang wij dus die ongelijkheid in de Nederlandse samenleving blijven accepteren en eigenlijk op kleine puntjes proberen er iets aan te doen. Verwacht ik ook niet zo snel dat we dingen gaan kunnen veranderen. Dus als jij zegt van in Denemarken zien we dat het wel kan. Ja, dan zou ik zeggen dat ligt ook deels aan hoe in Denemarken over politieke nagedacht wordt gesproken wordt. Wat inderdaad de cultuur is. Wat al heel vroeg begint. En waar we natuurlijk ook hier in Nederland, met name het onderwijs, hoewel we natuurlijk al heel veel op het onderwijs leggen, de vraag ligt van hoe komt het dat bijvoorbeeld binnen het Nederlands onderwijs, ook in het maatschappijonderwijs en maatschappijleer, maar ook in de mate waarin scholieren eigenlijk ook zich niet echt betrokken voelen bij wat er in school gebeurt. Daar zie je natuurlijk al heel snel en al heel vroeg een aantal van die problemen die later dan terugkomen in het parlement. Dankjewel. Lisa, wil je erop reageren? Nou ja, een discussie die daar natuurlijk bij aansluit is of je de kiesgerechtigde leeftijd naar beneden zou moeten schroeven. Van zou je die na 16 jaar moeten verlagen? Ik denk dat dat echt een heel goed idee zou zijn. Omdat er dan ook meer aanleiding is op scholen om daar wat mee te doen. En ik wil ook nog even inhaken op wat jij zei over die burger en organisatievorming in de maatschappij. Ik denk dat dat inderdaad heel erg belangrijk is. En dat weten we ook uit onderzoek. Dat uiteindelijk verandering komt eerder vanuit sociale bewegingen en vanuit organisaties dan van parlementariërs. Die reageren uiteindelijk op activisme en op geluiden uit de samenleving. En als die luid genoeg zijn, echt luid genoeg, en zich ook verenigen, dan komt er verandering. Maar kennelijk is de nood toch niet hoog genoeg. Dus het is ook aan jullie om daar wat aan te doen. We gaan denk ik heel activistisch naar huis. Dat wordt nog wat. Meneer. Ja, ik ben een beetje het grote plaatje kwijt. Als ik nou naar die titel kijk, ongelijkheid en democratie. Ja, democratie is bij uitstek het systeem waarin je die ongelijkheid laat blijken. Daar komt die tot uiting. Als de kern van de politicoloog is om aan te geven dat politieke dynamiek voortkomt uit een waardestrijd, daar ben ik het mee eens. Dat is een heel goed uitgangspunt. Maar dan blijft toch de vraag hoe meer gelijkheid die waardestrijd bevordert. Wat is daar dan van de toegevoegde waarde? En dat betekent dus hoe je ongelijkheid of gelijkheid omzet in een waarde-idee dat in de samenleving beleefd wordt en tot uiting komt. En dan kom je toch tot die paradoxale stelling die ik net hoorde. Naarmate die ongelijkheid toeneemt, wordt het activisme groter. En zo zullen de zittende lieden daarop moeten reageren en komt er iets nieuws. En als dat niet gebeurt, dan blijven we door met de oude. Dus het lost zichzelf op, stelt u voor? Nee? Dat is geen oplossing, want het woord oplossing is een van de meest misbruikte woorden in de wereld volgens mij. Nee, het is een verandering van de problematiek waar iedereen zich toe moet verhouden. Er komen nieuwe toestanden tot stand. En daar dat meten en dat bestuderen en die mechanieken bekijken is natuurlijk buitengewoon belangrijk. Dat vind ik ook het interessante van vanavond. Maar de echte vraag is, hoe bevorder je die waardediscussie, dat waardedebat dat de kern is van onze samenleving? Hoe bevorder je dat door meer gelijkheid?
Of is de ongelijkheid daar juist bevorderlijk voor of niet? Dat is voor mij de interessante vraag. Dank u wel. Die leggen we voor. Dat gaan we gewoon vragen. Wie wil daarop reageren? Nou ja, heel kort. Ik denk dat op het moment dat burgers het gevoel hebben dat wat zij te zeggen hebben en dat hun waarden, ideeën daarover, dat die ook gehoord worden, dat men ook meer geneigd is ook om zich in het debat te mengen. En ik denk dat wat we dus uit die focusgroepen die we hebben gedaan in Duitsland en Nederland en die we nu in Frankrijk doen, blijkt ook dat een aandeel van de burgers met migratieachtergrond, en hebben we vooral gekeken naar Turkse, Marokkaanse achtergrond en Surinaamse achtergrond, dat die gewoon echt zijn afgehaakt, helemaal geen vertrouwen meer hebben en ook niet meer over die waarden en die waardestrijd willen praten. Dus ik denk, we moeten die mensen echt aan boord krijgen. En als inderdaad DENK, zo'n partij, zorgt dat mensen wel weer over dat soort thema's gaan praten, denk ik dat dat echt een groot geschenk is voor onze democratie. Dank je wel. Sorry meneer, ik ga toch even nog vragen om Tom op daarop te reageren. Als ik denk aan ik ben politiek socioloog eigenlijk van achtergrond. En als ik denk aan ongelijkheid, denk ik altijd aan ongelijkheid die voortkomt uit de verschillende hulpbronnen die mensen wel of niet hebben, aan prikkels die ze wel of niet hebben en aan netwerken. En je wordt het op verschillende manieren geïntroduceerd, maar laten we eens even afpellen. We hebben het gehad over structurele factoren die veroorzaken waarom mensen thuis blijven. Dan zit je al heel gauw aan de hulpbronnen. Aan maatschappelijke hulpbronnen, tijd, geld, opleiding, andere kenmerken, waardoor sommige mensen wel kansen krijgen en andere mensen niet kansen krijgen. Dat is een fundamenteel probleem op zichzelf. Daar heeft Lisa ook bijvoorbeeld punt op aangegeven. Voor een deel zitten die hulpbronnen ook gewoon in kanalen openzetten. Tweede kenmerk is het kenmerk van netwerken. Dat hangt best wel samen met die hulpbronnen, maar überhaupt gewoon gevraagd worden, herkenbaar zijn. En de derde zijn die prikkels. Ik denk dat de wisselwerking tussen ongelijkheid en waardestrijd, dat een van de kanalen om dat heen en weer te laten lopen, loopt via die prikkels. Als mensen zich herkennen in een debat, dan hebben ze de prikkel om zich daarin te mengen. Dan kunnen ze zich daarin mengen. Omgekeerd, juist omdat ze zich daarin mengen, kan dat waardendebat dieper worden gevoerd, rijker worden gevoerd, beter worden gevoerd. Dus daar zit een wisselwerking in. Dat loopt via één van die drie kanalen, mijns inzien. Niet via de andere twee. Dus daarom is de wisselwerking tussen die twee ook altijd onvolledig. Is het probleem, de relatie tussen waardestrijd aan de ene kant en ongelijkheid aan de andere kant, zit dieper. Want er zit een heel structureel component aan. Er zit ook een politieke component aan. Dus vandaar dat die wisselwerking niet zo plat is als die misschien wordt voorgesteld. Dankjewel. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, zeker. Dus ik zou zeggen dat ongelijkheid zoals we hier deels, zoals Tom ook net uitlegde, naar verschillende dimensies heeft. Natuurlijk, als we het hebben over democratie en gelijkheid, gaat het over de mate van participatie van verschillende groepen. En mijn inziens lopen we gewoon met elkaar tegen een aantal heel grote systeemproblemen aan. Waar we echt, dat hebben we in de afgelopen decennia niet meegemaakt. Op allerlei verschillende crisis, zoals jij al genoemd hebt, moeten we beslissingen nemen. En daar zie je, denk ik, dat uiteindelijk de oplossing, of in ieder geval de manier waarop je daarmee om kan gaan, voor een groot deel te maken heeft met de vraag of je mensen mee kan nemen in die verandering. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over de aanpassing aan huizen om de klimaatverandering aan te pakken. Als jij in achterstandswijken daar beleid op gaat voeren, en je komt erachter dat je niet in staat bent om mensen mee te nemen in een aantal heel belangrijke veranderingen, dan zal je ook nooit tot oplossing komen. Dus in die zin is dan de gelijkheid volgens mij heel erg toch ook wel participatieve ongelijkheid. En proberen op alle mogelijke manieren te zorgen dat mensen dat gevoel weer terugkrijgen. Van hey, er wordt naar ons geluisterd. We hebben een aantal problemen. Die worden inderdaad opgepakt door de partijen. En in die zin is het systeem, zou in staat moeten zijn om dat te doen. En dan is de vraag in hoeverre ze daar ook mee verder komen. Dank jullie wel. Ik kom hier er tussendoor. Ik zou nog even willen inhaken op wat meneer op de eerste rij daarnet vroeg, namelijk over de rechtelijke macht, waar echt niet echt op gereageerd is. Het blijkt dus nu een aantal dingen gang te zetten gezet te zijn door uitspraken van de rechter, belangrijke dingen. En mijn vraag is, zou de rechtelijke macht niet een veel belangrijke rol kunnen spelen? Ik kom zelf voor de rechtelijke macht, maar dat doet er niet toe. En bijvoorbeeld doordat regelgeving eerder, misschien zelfs wel meteen, wordt getoetst
door de rechter aan een aantal waarden. En ik denk dat bijvoorbeeld de hele toeslagenregelgeving er nooit geweest zou zijn in de vorm waarin die uiteindelijk is aangenomen, als rechters daar van meet af aan naar hadden kunnen kijken. Nou, dat is een vraag. Ja, maar tegelijkertijd laat de toeslagenaffaire natuurlijk heel mooi zien hoe de rechterlijke macht totaal gefaald heeft. Ja, dus, achteraf, ja. Nou goed, maar nee. In het proces zelf hebben ze gefaald. Ook al heel vroeg in het proces. Ja. Echt heel vroeg in het proces. Ja. Heel vroeg in het proces heeft de Raad van State heeft gewoon de interpretatie van de wet ondubbelzinnig goedgekeurd. Terwijl het heel duidelijk een interpretatie was van de uitvoerende. Nee, maar formeel. Ja, we trekken hem wat breder, de rechterlijke macht, Tom. Maar formeel dus in zekere zin is het wel die tak van sport zoals het gespeeld is. Als ik het breder mag trekken, de rol van de rechter. Het is een tweeledig zwaard. Als de rechter een grote rol mag spelen, wat het al de facto is gaan doen, omdat de Tweede Kamer veel meer kaderwetgeving is gaan bepalen in plaats van inhoudelijke wetgeving, dan heeft dat ook tot gevolg dat de verantwoordelijkheid vaker bij die rechter komt te liggen. Dat de rechter steeds meer politiek wordt. We weten hoe politieker een institutie wordt gezien, hoe groter het risico op ongelijkheden, maar ook hoe lager het vertrouwen. Dus hoe politieker een organisatie wordt beschouwd, hoe meer de legitimiteit weg hebt. En daar zit ook een risico in. Precies in wat zojuist werd gezegd over de steun die onder sommige delen van de bevolking nu juist bestaat op de rechter die naar Shell ingrijpt en met Urgenda en noem maar op. Dat kan inhoudelijk heel goed zijn, daar laat ik me totaal niet over uit. Maar dit heeft het effect van politisering. Dat leidt ertoe dat sommige groepen die rechter wel en anderen niet gaan vertrouwen. En dit is iets wat een gevolg is van beleid dat al lange tijd speelt met kaderwetgeving, maar ook met een regering die zich ad hoc verschuilt achter experts, of het nou gaat om corona-experts of om de Raad van State of wat dan ook, zich erachter verschuilt. Daarmee zichzelf de legitimiteit probeert toe te eigenen van die neutrale instituties. Kijk, we hebben geen keus gemaakt. Wij voeren alleen maar uit wat het beste is voor de bevolking. Heel technocratisch. Er is geen alternatief. De experts zeggen dat we dit moeten doen. Daarmee vertrouwen proberen te lenen, maar tegelijkertijd het wantrouwen neerleggen bij die organisaties van wie ze dat lenen. Dat kan je een paar keer doen. Maar als we dat structureel blijven doen, politiseren we al die neutrale instituties eromheen. Twee kanten op. Aan de ene kant worden ze minder makkelijk vertrouwd, omdat ze blijkbaar politiek zijn. Kijk maar naar de laatste paar jaar. Ook daar worden de echte besluiten genomen. Daar zit de echte elite. Of het nou gaat om Urgenda of om RIVM. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Omgekeerd, als een Raad van State of een Raad voor de Rechtspraak dan niet wordt gehoord, en dat gebeurt heel regelmatig, dan moeten ze, om wel gehoord te gaan worden, harder gaan schreeuwen. En daarmee ook politieker worden. Kijk ook naar mij. Ik moet ook soms harder gaan roepen dan ik zou willen, om maar te zorgen dat er argumenten gehoord worden. Daarmee word je zelf ook politieker. Wat voor een neutrale institutie, of nou de wetenschap is of de rechtspraak, niet gunstig is op lange termijn voor de legitimiteit. Ik dank u voor alle commentaren uit de zaal. Maar die houden we nog even voor de borrel die bijna begint. Laten we nog één laatste vraag als die er was. Ja, ik zag uw hand net ook al. Ik wil u niet overslaan. Ik kom naar u toe. Ben ik al. Ja. Dankjewel. Ik vond de discussie heel interessant. Ik neem deel aan heel veel van dit soort discussies. Maar heel vaak gaat het echt om economie. Wat in die discussies zien we heel vaak, is dat eigenlijk heel veel van de problemen die jullie beschrijven, die heel belangrijk zijn en natuurlijk een heel grote bron van problemen in onze maatschappij zijn, eigenlijk vanuit de hoek van de extreme economische ongelijkheid komen. En dat is eigenlijk voor mij, als iemand die wel met de economische achtergrond, is dat eigenlijk de bron van heel veel van die problemen. Ik spreek nu niet over communisme of zo, maar de kloof is gewoon veel te groot. En de concentratie zowel in het bedrijfsleven, dat heel weinig bedrijven heel veel van de economie of van bepaalde branchen beheersen, of ook privé, dat een heel klein groep van mensen een heel groot deel van de economie eigenlijk, ik kan niet zeggen beheersen, dat is een beetje complotachtig, maar toch heel veel invloed hebben. En dat is de bron van frustratie voor heel veel mensen, dat de bron van mensen waarom de mensen aan het systeem niet meer geloven. Ze hebben het gevoel dat de macht gekapt is door een kleine belangengroep. En dat wil ik. Heb ik bij jullie in de discussie helemaal gemist, de economische aspect die eigenlijk voor mij de bron van heel veel problemen is. Dus ik wou heel graag een beetje van jullie horen hoe jullie dat
de samenvoeging kunnen beschouwen. We gaan politicologen vragen. Volgens mij hebben we het wel degelijk benoemd. En ik ben het dus deels met je eens. Ik heb ook gezegd inderdaad dat het probleem van die ongelijkheid politiek gezien deels gewoon in die maatschappelijke ongelijkheid, die sociaal-economische ongelijkheid zit. Hè. Wat Lisa ook terecht benoemde, van uiteindelijk zijn natuurlijk de bronnen, economische bronnen, waar mensen wel of niet kunnen participeren. Hè. Dus dat is een belangrijk onderdeel van deze hele kwestie. De feit bijvoorbeeld dat Lisa en ik kijken naar migratieachtergrond wil natuurlijk niet zeggen dat wij denken dat migratieachtergrond aan zich de verklaring is voor de ongelijkheid. Het is natuurlijk in combinatie, wat Lisa ook uitlegt, met allerlei andere verschillen en ongelijkheden die eigenlijk bij elkaar komen. Dus in die zin zou ik zeggen dat wij, misschien niet heel expliciet, maar toch uiteindelijk wel heel degelijk die maatschappelijke ongelijkheid benoemd hebben in onze verschillende antwoorden in ieder geval. Dankjewel. En Lisa, misschien nog een kort woord ook over jouw intersectionele benadering. Waarin dat natuurlijk dat ook een rol speelt. Floris intersectionaliteit nu heel goed heeft uitgelegd. Zonder het te noemen. Inderdaad. Wij kijken in onze onderzoeken naar kruisingen tussen inderdaad naar sommige collega's opleidingsniveau, sociale klasse, seksualiteit. Verschillende componenten dus die bijdragen aan posities van privilege en marginalisering die in verschillende combinaties in bepaalde situaties dus een privilege kunnen opleveren en een andere marginalisatie. Dus maar we konden niet alles benoemen deze avond, dus we hebben kleine deeltjes benoemd. Dank jullie wel daarvoor. Ja, we hebben inderdaad niet alles kunnen bespreken. Dat gaan we vast in de volgende aflevering van de reeks doen. Ja, ik pak het draadje gewoon aan. Ja, als het kan moet je er gebruik van maken. En dat gaat over ongelijkheid in het onderwijs. Dus houd ook vooral de website van Spij25 in de gaten als dat u ook interesseert. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. En jullie uitnodigen voor de borrel. Maar niet voordat we een daverend applaus hebben gegeven aan onze sprekers. Dank jullie wel. APPLAUS